Sowieso maak ik altijd een soort van geschiedenis van haar, van waar ze vandaan komt, uit wat soort gezin. Omdat ik dat heel belangrijk vind voor mezelf gewoon, dat ik weet waar ik, wie dat ik ben. En op een of andere manier heb ik het gevoel dat als ik dat creëer voor mezelf, want uiteindelijk wordt dat niet echt meegegeven in de film, heb ik het gevoel dat er toch meer diepte in zit voor mij dan, hè. Ik vind het uiterlijk heel belangrijk, dus ik babbel wel heel veel met make-up en of graag met make-up en kledij. Want dat is mijn kapstok voor mij, om mijn personage dan op te hangen, gedeeltelijk. Dat is ook hetgeen wat je ziet. Dus als dat al goed ziet, zijn er al een pak verder. Research zit er absoluut ook bij. Ik ben naar een NA-meeting geweest. Wat ik heel verbazingwekkend interessant vond en warm en interessant gewoon. En nodig ook. Ik heb er echt heel veel uit gehaald. Zowel voor deze scène die we vandaag gedraaid hebben, omdat dat was de NA-meeting. Dus dat gebeurt helemaal anders dan dat ik het mij had voorgesteld. Dus het is goed dat ik dat allemaal heb gezien. Dus dat soort dingen. En fysiek, wat heb jij eigenlijk al gedaan? Ja, fysiek, dat gaat over de juiste make-up. Dat gaat over details die je niet meteen zou kunnen aanduiden of de vinger opleggen, maar dat je toch voelt, dat moet juist zitten gewoon. En dat gaat dan over wenkbrauwen, dat gaat over hoe zijn je ogen geschminkt, wat voor lippenstift draagt ze, wat voor oorbellen, hoe is haar haar, is dat in een middenstreep, is dat een bles, is dat vast, strak maar achter, in kledij, welke kleuren, wat voor soort hakken. Niet alles belangen, niet alles past bij dat personage. Bijvoorbeeld Sylvie, het personage in Dardenne, dat was best wel... Dat is een moeilijke opdracht geweest, omdat dat een heel dunne lijn is ook. Het moest zo echt mogelijk zijn en het mocht er niet belachelijk uitzien. Het moet u ook kunnen meeslepen. Het is geen comedy, weet je. En dus is dat een opdracht die waar dat toch serieus wel over gebabbeld moet worden en nagedacht moet worden. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.